De vishandel Zeedijk, daar kom ik nu sinds een jaar of zes met uitermate veel plezier. Ik kom daar pakweg 3 keer per week, verdeeld over de week vanzelfsprekend. Ik voel me daar ontzettend op mijn gemak, gegeven het feit dat het een kleinere winkel is, maar ook een enorme gastvrijheid biedt. Gastvrijheid die deels wordt vormgegeven door het feit dat er klassieke muziek wordt gespeeld. Maar ook dezelfde tijd omdat je als het ware zo dicht bij de vis staat dat je het gevoel hebt dat je al in je eigen keuken staat voor de maaltijd die je 's avonds gaat bereiden. Wat ook leuk is, en dat is de reden waarom ik met name 's ochtends vroeg daar de zaak binnenstap, is dat er op dat moment ook de verse vis wordt afgeleverd. Waardoor je heel sterk je verbonden voelt als het ware met de zee, de schakel daartussen en vervolgens de inkoop die je zelf doet in die zeevishandel Zeedijk. Ik kan niet anders zeggen dan dat het inderdaad een uiterst gezonde en plezierige manier is om je levensmiddelen in te slaan. Hoe een liedje moet klinken verband had met de Amsterdamse vishandel Zeedijk. Dat zou wat mij betreft vanzelfsprekend over de zee moeten gaan. Daar zou een zekere vorm van melancholie in mogen zitten. En het zou tezelfde tijd ook toch behoorlijk wat dynamiek moeten hebben. Dat zijn de ingrediënten wat mij betreft waar het lied aan zou moeten voldoen.